Als je nu denkt, ik wil wel een zomerschool op poten zetten, wat moet je nu als eerste doen? De projectoproep bekijken en eens zien wat de algemene voorwaarden zijn. Inzetten op het zoeken naar een coördinator met pedagogische ervaring. Je moet al de gegevens van een coördinator ingeven als je subsidies wil aanvragen. Dus nog vooraleer dat je de subsidies aanvraagt, moet je eigenlijk al iemand hebben die het ziet zitten om de zomerschool in de zomer te coördineren. Bevraging van betrokkenen voor het bepalen van uw focus. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld voor de mensen die hier aanwezig zijn vanuit een lokaal bestuur, is dat die al eens contact te leggen met de verschillende scholen van wat leeft er, wat is er nodig, moeten wij inzetten op die leesvaardigheid? Is dat onze belangrijkste focus? Of zijn er bijvoorbeeld bijzondere noden bij de kinderen van het eerste of het tweede middelbaar? En organiseer je een zomerschool voor de eerste graad van het secundair onderwijs? Belangrijk is dat je eens navraagt bij de verschillende scholen van wat is er nodig? Iedere context is anders, hè? En in iedere context heeft andere noden. In een ideale situatie speelt een zomerschool dan ook in op die bepaalde noden. Vanaf dat je die noden kent, kan je je focus bepalen. En zoals ik er juist al heb gezegd, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het belangrijk is om doelgericht te werken. Wat zal de focus van de zomerschool zijn en op welke twee doelen? Ik zeg nu twee omdat dat blijkt dat dat het meest relevante is. Ga je u baseren? Is dat bijvoorbeeld stem en sport? Is dat welbevinden en taal? Of is dat talent en wiskunde? Het kunnen allerlei verschillende combinaties zijn, maar even afstemmen met de scholen in de buurt, of met de leerkrachten, zorgcoördinator, directies van de scholen in de omgeving. Wat is er nodig in deze context, in onze context, in ons verhaal? Vervolgens, ook belangrijk, is het maken van een begroting. Pas vanaf dat je een begroting hebt gemaakt, kan je zien wat dat er allemaal mogelijk is, ook op logistiek vlak. Denk aan de locatie en zo verder. Je krijgt €45 per leerling per dag. En als je samenwerkt en een lokaal bestuur neemt de regierol, komt daar nog eens €20 per kind voor de volledige periode bij. Dat zijn bedragen die je gemakkelijk kan terugvinden als je surft naar oproep Zomerscholen 2021 en waar dat we ook nog eens op zullen inzoomen op het instructiefilmpje. Zo'n begroting, als je dat vooraf hebt, dan kan je ook veel gemakkelijker zien van kijk, wat zijn de mogelijkheden van onze zomerschool. Belangrijk is dat Vlaanderen wel een richtlijn geeft om dit jaar de lesgevers niet meer te vergoeden met een vrijwilligersvergoeding. Maar ook daarover later meer bij het instructiefilmpje over het invullen van het projectdossier. Wat kan je ook al doen, is de conceptontwikkeling en het bepalen van je missie en je visie. Als je dat graag samen wil doen, dan raad ik je ten zeerste aan om je in te schrijven op de webinar van volgende week. Je kan de link terugvinden op de website van zomerscholen.vlaanderen. Daarin ga ik je meer uitleg geven van hoe dat je tot zo'n missie en zo'n visie komt. En dan zullen we al eens samen uitwisselen wie waarop wil focussen en wie welke visie wil uitbouwen. Conceptontwikkeling is belangrijk om niet in het wilde weg zomerklassen te organiseren, hè, maar ook steeds om te werken vanuit een bepaalde doelstelling, vanuit een bepaalde missie. Een voorbeeld daarvan is: wij willen leesvaardigheid versterken bij onze kwetsbaarste kinderen die thuis geen Nederlands praten.
Dat is heel doelgericht en dat is een superduidelijke missie. Hè. Als je werkt met een missie en een visie, zal je ook veel gemakkelijker kunnen uitmaken of jouw zomerschool nu wel werkelijk een verschil gemaakt heeft. Tot slot kan je ook al beginnen met het aanspreken van partners. Het aanspreken van partners kan nuttig zijn in uw verrijkingsaanbod, maar evengoed in uw schoolsaanbod. En daarbij wordt aangemoedigd om out of the box te denken. Welke spelers zijn er allemaal actief op het domein waar dat jullie een zomerschool willen organiseren? En welke rol kunnen die spelen in de zomerschool? Belangrijk is wel dat je al eerst een focus hebt bepaald en weet welke richting je uit wil, vooraleer dat je bepaalde partners gaat aanspreken. Want de bedoeling is nog altijd wel dat partners bijdragen aan het doel van een zomerschool.